Oh ja, een mooi ding van deze game is, we hebben geen speed-up. Niel zou trots op me zijn. Foresight. Dan kan ik wel normal types hitten. Kan ik eigenlijk een Apom hitten met lik. Hallo mensen van Gaming SB. Welkom bij een gloednieuwe serie. Ja ja. Ik heb deze game al een tijdje op mijn computer staan. Maar ja, nog nooit echt aan toegekomen om te spelen. Ook wel eens andere series. En nu is het dan eindelijk tijd. Ja, Pokémon Infinite Fusion Nuzlocke. Hoe we het gaan doen is, ik heb geen idee wat de controls zijn. We back. En ik heb een kat meegenomen. Tuurlijk, hoe kon die ook anders beginnen dan met een kat? In ieder geval weet ik nu de controls. Mocht het alsnog niet goed zijn. Oh, kun je dit ook aanpassen? Nee. Oh, kun je gewoon typen? Je kunt gewoon typen. Sandering. Dan enter ik to confirm. En dan gaan we door. Is de information kun je correct? Yes, Ing. The information is correct, Ing. Game difficulty. Aangezien ik een Nuzlocke doe, zet ik hem op easy. Game type. Wat is game type? More in reverse mode, all the fusions used by trainers are flipped. So if a trainer ignores... Okay. It will have a Bulbasaur head. In reverse it... Okay. Normal. Want ik heb deze game nog nooit gespeeld, dus dan hou ik dat liever op. Normal. Laten we wel autosaven. Automatically download missing sprites. Ja, waarom niet? You can modify various settings in the options menu anytime. Dat is fijn. Boe. Oh, je hebt meerdere save slots. Dat is heel ziek, King. We gaan voor file A. Sandring, save the game. Silphco is now proud to announce the new product that will revolutionize... Pokémon Battling. Introducing DNA splicers. Deze ziet er heel anders uit dan in de plaatje. Maar dat maakt niet uit. Hij ziet er nog steeds cooling uit, Ing. Dat is Engels voor cool uit. Ja, ja. Dat is zeker waar. The revolutionary new device extracts the DNA of two Pokémon and combines them to create an entirely new species. Ja, dat hebben we al een beetje gezien in dat voorste key. Ja, oké, okay, bla bla bla, just watch. En dan wordt het een abominatie. Oh, nee, helemaal niet. Deze is vet. Fuse Pokémon can learn moves from both halves and gives them an edge over regular Pokémon. And you can now try it your very own. DNA Spicers. Now available for purchase at every Pokémarkt. Ah, dus het is een Pokémarkt dingetje. Nuzlocke, het werkt net iets anders, want we hebben natuurlijk, hoe heet het, Pokémon. Wat ik ga doen is, ik mag per route, mag ik 2 Pokémon vangen die ik dan in elkaar vogel, als het ware. Zo in de bootstop, de PC up potion, ik wist het. Ik ben zo'n Gen 1 mastering. Ja, dat is gewoon zo. Ik had wel gezien dat Litten niet in de game zit. Dus dat is wel jammer. Tenminste, wat ik online kon vinden. Bla bla bla. Ik weet ook niet. Ja, oké, okay, er zijn wel badges, dus dat is wel fijn. You will find a trainer card attached. Weet je, I don't fucking care. Ik wil gewoon beginnen. Kom op, laten we beginnen. Nou, ja, bla bla bla, ook talking, leuk man. Blue, nee, we doen wel gewoon Milaning. Zoals gewoonlijk, King. Ja, dat is Engels voor Milan. Zoals gewoon, of Milan, zoals gewoonlijk. Wat zegt zij? It's awesome finally to become bla bla bla. Oké. Yo, Sandring, meteen hè, meteen is hij hier. You got a letter too? Nou, dat is zeker waar. Dan zit die kat nog heel erg in beeld. Ik heb voor mijn gevoel ik helemaal aan één kant van de facecam. Omdat die kat die blokkeert mij een beetje.
Ja, dit is heel onhandiging. Kunnen we gewoon naar professor ook? Oh, ik dacht even hij gaat bugging. Oké, nee, dit is waarschijnlijk wel net zoals normal Gen 1. Dat je dan zo doet zo van... Ja, ik ga even in het gras hoor. Ik ga even in het gras lopen. Mag dat? Mag ik in het gras lopen? En dan zeg ik ook zo... Nee, je mag niet in het gras lopen. Zie. Kijk. Zeg Kat. Zullen wij eventjes een voorstellen? Dus kan ik voorstellen dat je ergens anders gaat? Ja, ik vind het ook wel gezellig. Maar niet zo gezellig. Nee. Oké, nu hebben we nog steeds een staart, maar het is al minder. Oké, go grab je Pokémon off the table. Oké, aangezien er wat technical difficulties waren, heb ik een kleine pauze ertussen gehad. En ik weet dus niet meer precies wat ik heb gezegd. De regels, het is gewoon een Nuzlocke. Het enige verschil is, we mogen 2 Pokémon pakken, die fusen. Nou hebben we een starter, namelijk een soort static encounter. Wat ik dan dus mag doen, is dat ik 1 Pokémon hoef te vangen in route 1, de eerste Pokémon uiteraard. En mocht ik 1 Pokémon velen van de 2, dan heb ik dus encounter gefilled. Heb ik 2 gefilled, ja dan ook 2 gefilled. Dan heb ik ook encounter gefilled. Dus dat eigenlijk een beetje... hier is professor ook en we gaan gewoon naar het lappie toe. Naar het lappie. Oké, set out the journey. Ja, ik weet al wat er straks gaat gebeuren. Dus dat vind ik wel jammer. Charmander. Maar ja, dat moest eventjes... Daar kom je dan achter, hè. Daar kom je dan achter. Charlie noemen we hem dus. Dat komt omdat ik het al een keer opgenomen heb. Oké, hij krijgt dus de DNA splice en hij mag een Squirtle en een Bulbasaur merchen. Heel leuk. Maar niet heus. Nee. Nou ja, we moeten er wel tegen vechten. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Dit is de eerste keer dat ik hem ga zien. Want hier was dus waar het fout ging. Maar ik neem aan dat hij nu wel... Ja, hij werkt. Oh, deze is wel... Die is wel cool hoor. Die is wel cool. Die wil ik wel. Maar ja. Oeh. Hij tail whipped hem. Now watch me tail. Now watch me whip. Of is dat niet hoe dat liedje gaat? Ik ga dood. Oh nee, ik ga niet dood. Kabooming. We did it. De muziek staat wel erg hard. Charlie is een leveling upping. Mag ik nu ook splicer, DNA splicer ding doen? Vinger met ding. Dat doen we denk ik aan de SpongeBob Employee of the Month. Daar was het ook een... Dat zeiden ze daar en toen moest ik daar ineens aan denken toen ik het zelf zei. Maar dat maakt niet uit. Pallet the Town. De Town van de Pallets. Even kijken. I run nog wel, ja. Want dat had ik ook ingesteld. We hebben baggies. We hebben geen Pokémon. Oh, dit is wel de mooie, hoe heet het? De mooie, ja, bag. Van Gen 4. Wat is dit? Wie is dit? Hey, ik werk bij Pokémon. Doe je have a Pell Potion. Ja, dat heb ik maar altijd graag. Gragging is het eigenlijk, hè. Want ja, dat is Engels. Oeh, meteen een Pokémoning. Wat een lelijke Rattata sprite. Maar goed, dat maakt niet uit. Liever een lelijke Rattata sprite dan een... Dan geen Rattata sprite. Ja. Nee, Sander, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Oké. And we are level 7. Oké, ik weet niet of dat een trainer was, maar ik wil zoveel mogelijk trainers avoiden. Hadden we nou Emma geleerd? Ja, we hadden wel Emma geleerd. Dan ga ik nu verder eventjes niet levelen. We hebben nog geen Pokéballs, dus we kunnen nog niet doodgaan. Dus misschien is het juist wel slim om te levelen, maar... Nee. Oké, de route 1 ziet er wel wat anders uit dan normaal. Ik denk we zijn... Holy damn! Je kunt dus ook gewoon fusions tegenkomen. Oké, dat had ik niet helemaal verwacht. Oké, dan gaan we het anders doen. Dan is het of. Hoe heet het? Of ik mag kiezen of ik fuse 2 Pokémon met elkaar. Of ik... hoe heet het? Ja, of ik fuse 2 Pokémon met elkaar. Of ik vang een fusion. Ja.
Dus daar heb ik dan een beetje keuze in. Ja, want anders dan... het zou wel zonde zijn als ik geen fusion heb. Oké, eens even kijken. Professor Oak. Oh ja, natuurlijk Parcel. Moeten we... giving out free DNA express with every parcel delivery. So here you go. Dat is wel heel seeking. Oké, let's go. Oh, we kunnen hier niet naar onder. Ik dacht dat zo net. Dat we dat konden. Nope. Dat is niet. Oké, dat is dus geen trainer trouwens. Een piggy. Ah, dat is wel een cutie guy. Dat is wel een cutie guy. Ik denk dat we voor deze gewoon... voor de eerste encounter, route 1, sowieso zeggen van... we pakken een non-fusion. Want dan kunnen we die fusionen met Charlie. Oké, ook, ik heb een parceltje voor je. Oh, this is a custom Pokemon I ordered. And I can see that they gave you some DNA spices. Ja. Yeah. You can always unfuse your Pokémon if you don't like the result. Oh, dat is... Oké, ja, maar we hebben gewoon een Nuzlocke, dus we moeten het er maar mee doen. We gaan wel echt abominations krijgen. Ik voel het nu al aankomen. High tech. Oh. Dus, oké. Bladibla, zal goed zijn, joh. Zal goed zijn. We hebben... ja, dan is onze... Nuzlocke gestart, denk ik. Want we hebben nu Pokeballs. Back. Hebben we nu Pokeballings? Ja, we hebben Pokeballings. En één DNA Splicer. Oké, dat is niet veel. Maar dat geeft in principe niet. Oké, ik hoop echt op een Pidgey. Nee, fuck. Shit. Dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Scratch gaat niet killen, toch? Oh. Oké. Ja, dan moeten we toch onze Pokeballing doen. En dan hebben we een Rattata gemixt met een Charmander. Yay. Ach ja, weet je. That's life. That's life. You can't always get what you want, zoals de Rolling Stones zouden zeggen. Huh? Wacht, dit is... This sprite will remain the displayed... Oké. Die andere sprite was vetter, maar goed. Ratje. Ik noem hem Rufus. Naar de naakte molrat natuurlijk. En we kunnen nu meteen back DNA spicen. Use. Fuse with. Oh, maar je kunt natuurlijk wel op twee manieren. Dat had ik gezien. De vraag is welke van de twee wil ik. Ik denk dat ik ga voor Fire Normal. Dus dan is hij voornamelijk Charmander. Ja. Oh, please laat het niet lelijk zijn. Bij katten kilogram. Oké. Dat klinkt als een Nederlands. Weet je wat? Ik voel deze wel. Ja. Oké, je kunt dus Rufus of Charlie. Oh, je kunt die helemaal... Oh, hij geeft die ook plus special attack, min defense. Plus speed, min... Ja, sorry hoor, maar dan ga ik voor Mild. Blaze en... We noemen hem wel gewoon Rufus. Ja. Confirm. Combine moveset? Oké, even kijken. We hebben Tail Whip, Scratch, Growl. Growl doet lowest attack, Tail Whip, lowest defense. Ik ben dan liever defense lowering. Ja, oké. Dit is onze eerste fusion. Let's change the layout. Waarschijnlijk heb ik dat al lang gedaan, maar dat boeit niet. Oké, hoeveel, welk level is hij nu? Is hij nu level 5 of? Ja, oké. Ik dacht al dat ik dat zag. Dan mogen we wel wat trainen trouwens. Want dat is wel laag. Ik had zo graag een pitje gehad. Maar goed, dat maakt niet uit. Weet je. You can't always have what you want. Ja, die grap heb ik eerder ook al gemaakt. En dat het van de Rolling Stones is. En Rufus is nu trouwens ook een vrouwtje. Wacht, was... Oh, de Rattata was een vrouwtje. Ja, Rattata is wel lelijk hoor. Rattata is nasty. Ik ga wel eerst eventjes healen. Ik heb geen idee hoeveel afleveringen dit is. Ik heb ook geen idee hoe deze hele game gaat. Het enige wat ik weet is eigenlijk dat er fusions in zitten. En een hele hoop. en dat de sprites eindelijk werken. Waar ik best veel voor heb moeten doen. Wat we gaan doen. How may I serve you? Oké, DNA splicers.
Misschien niet het Sims om die nu al vol in te kopen. Ik koop er 2 van in. Dan hebben we wat. En dan, Pokéballs zijn wel goedkoper. Dus dat is op zich wel fijn. In oude games zijn Pokéballs zijn altijd 200. Ik denk dat Potions, dat die normaal gesproken 300 zijn ook. Dan laat ik het hier even. En wat heeft deze man? Ground Gem. Oh, dit zijn speciale items. Ja, oké. Okay, maar niet heel erg. Hoop. Niet heel erg interessant. Ja, nu kunnen we natuurlijk naar hier. Wat we wel eventjes moeten denken is... we moeten 2 Pokémon vangen. Of nou ja, moet. We mogen 2 Pokémon vangen. Dus we moeten een beetje oppassen met Pokéballs. Wacht. Hier is een Pokéball. Een potion. Dat is fijn. Is dit een trainer al meteen? Oh ja, shit. Dan had ik beter eerst kunnen trainen. Dit was niet slim. Oké, een Spearge. Level 7? Oh, dit was niet handig. Oké, leer. Dat is op zich... Oké, I guess. Zoveel damage, jezus. Oké, potion. Growl. En dat... Doe mijn attack laten vallen. Oké. Maar dan heb ik hem waarschijnlijk... Oh nee, niet sand attack. Oké. Ik heb hem neer. Niet eens. Oh, please. Nee, niet missen. Oké. We got him. Dit was nog best wel een spannend gevechtje. Maar ja, dat komt ook omdat ik nog niet getraind had eigenlijk. Dus... Focus energy. Willen we focus energy? I mean, scratches... Oh, Scratch of Things maakt niet zo heel veel uit. Scratch of Tackle. Dan doe ik hem voor Scratch. Bijna level... bijna level 8 dan wel weer. Dat is wel... Pokéball. Oh, dat is wel heel lief. Holy damn, dit is gewoon zo'n cutie guy, joh. Ik krijg gewoon Pokéballs van hem. Oké, dat is heel, heel ziek. Ja, en dan gaan we nu healing. Want dat hebben we nodig. In de normale Kanto games zit daar natuurlijk ook geen trainer, dus... In my defense. Oké, please. Hoe zit het trouwens met dupes? Ik denk dat we nu wel gewoon vooruit het aan mogen zeggen van we hebben dupes. Oeh, Nidoran. Female. Die voel ik wel. Die voel ik wel. Een tackletje killt niet, denk ik. Oeh, dat doet best wel veel. Ja, er zijn natuurlijk ook gefuses. Dat heeft natuurlijk... dat zeiden ze natuurlijk aan het begin ook. Dat heeft wel voordeel van een niet gefuseerde Pokémon. Oké, we hebben Nidoran, dat is al chill. En we zijn level 8. Oké, we krijgen dus wel XP ook van... ik vind deze wel leuk eigenlijk. En deze is ook al cute. Ik ga voor deze. Ja, Poison Type. Ja, oké. We geven hem een nickname. Wat is... Oh, ik weet het. Benzene, want dat is zeer giftig. We mogen nog een Pokémon vangen. En Rattata mogen we skippen. Dus een Mankey appeared, maar we zien hem niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet, kind of ding. Dit is dan wel weer jammer. We kunnen eventjes, want hij heeft natuurlijk een bepaalde... Nee, we hebben... Shit. Nou, kan ik kijken. Kunnen we deze... Can be fused with itself. Wel raar dat ze een sprite niet laden. Hoed doet ook niet. Hey. Oké, we hebben dus 1 gefilterde. Oké, dit is dus lastig. Want normaal gesproken. Ja, wat ik heb gezegd. Dan fail ik mijn encounter. Maar ik vind het eigenlijk wel. Dat is wel zuur, man. Dat is wel zuur. Weet je wat? We gaan eerst gewoon hier kijken of het werkt. Hoed. Hey, nu doet hij het wel. Nou, dat is op zich wel fijn. Tackle kan killen. Dus wat we... Zo'n Pokéball zo werken. Het is wel een Hoed. Ik bedoel, het is niet heel, heel moeilijk te vangen. Oh, bijna. Oké, nu heb ik hoop. Nu ga ik het gewoon nog een keer proberen. En, oh ja, een mooi ding van deze game is, we hebben geen speed-up. Niet als we trots op me zijn. Ik kan geen speed-up gebruiken. En weet je, het is eigenlijk wel nice. Ik vind deze wel leuk. Ja, I like it. Oké.
Nickname to Hoot Hoot. Waarom ben ik zo slecht met namen? Wel gewoon meneer. Van meneer de L. Ja, ik ben zo slecht met namen. Ja. En een ratata, maar die mogen skippen. Dus dat is op zich wel, dat scheelt weer. Phew. Het kan best wel zijn dat hier geen is. Wat we ook kunnen doen, is dat we gaan zeggen, als ik twee Pokémon heb, mag ik ze fusen. Maar dan moeten we gewoon met één encounter per route. Dat kan ook. Een Weedle, zonder Sprite. Oké. Oké, potion. Nee, ik wil een Pokéball. Nee, ik denk dat we de regels gewoon zo houden. Dat, ik heb hem nu gewoon van route 22 heb ik gewoon gefilmd. We moeten niet te veel met de regels gaan kloten, ondanks dat het verleidelijk is. Maar ja, zo kan iedereen een Nuzlocke winnen als hij de hele tijd met de regels gaat zitten klooien. Dus ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Ik vind het wel jammer van Nidoran, maar goed. Ja, ik vind die van Game Freak denk ik toch gewoon het leukst. Sorry voor iedereen die aan de sprites gewerkt heeft. Weedle, Wormpje, Alaskan Boolworm. Worm. Zo. Alaskan Boolworm has been added to your party. Ja, en we moeten Nidoran hebben gefilled. Dus die doen we in de box. Wat we ook kunnen zeggen is dat je gewoon, als je eentje filled, dat je die hebt als niet fuse. Als gewoon een Pokémon, zeg maar. Maar daar ga ik nog even over nadenken. Dus volgende aflevering zal ik wel eventjes nog goed over nadenken. En dan kom ik terug met... Ja, volgende aflevering kom ik even op terug of hoe we dat precies gaan doen. Maar ik denk voor nu zeggen we gewoon eventjes... We doen het op de manier zoals ik het in eerste instantie zei. Oké, de Alaskan Bullhorn, dat werkt niet helemaal. We gaan hem met meneer. Nu kunnen we hem op twee... Oeh, Flying Poison of Bug Flying? Kijk, nu wordt het wel interessant. Want wil ik een Poison Flying type? Ondanks dat ik... Kijk, de... Hoe heet het? De silhouet van 3 ziet er beter uit. Eerlijk is eerlijk. Maar Poison Flying Poison... Voel ik eigenlijk meer dan... Een Bug Flying. Ik denk dat ik gewoon ga voor de Abomination. Let's go. Ja, no, please. Please, wees niet heel lelijk. Please, wees niet heel lelijk. Ik vroeg me zo of het niet heel lelijk zou zijn. We noemen wel Alaskan Bullworm. Shield Dust, Blush, Added Effect of Attacks. Prevent Pokémon from... Oké, dat is neutral. Defense en min special attack. Ik heb flying en poison. Beide physical attackers. Dus min special attack is op zich best wel nuttig. En dan blocks added effects from attacks. Ja. Wat doe je doen? Combine moveset sowieso. Ja. Poison string, string shot, foresight. Dan kan ik wel normal types... Hitten. Kan ik eigenlijk een Epom hitten met Lick? Nee, gaan we niet doen. Give up on foresight. Yes. Waar is de shoot? Oeh. Ik kan een fuse doen. En dan kan ik hem op de andere manier. Maar dan heb ik dan bug flying type. Oh, je kunt niet summary of zo. Oh. Oh, dat komt omdat ik... dat is als je nog een DNA splicer gebruikt. Ja, precies. Oké. Nu snap ik hem. Ja, lelijk. Ja, super lelijk zelfs. Welk level was die eigenlijk? Ik heb daar helemaal niet op gelet. Waar ik ook niet op gelet heb, is de tijd. Ja. En ik denk dat we het dus hierbij laten. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog, ze niet vertellen waarom. En dan zie ik jullie de volgende aflevering. Laters!